Dan Dumoulin, dan toch een beetje poppy in jou. Wat een prestatie. Ja, dat was M. Pantani misschien een beetje. Nee, ja, dat was een hele mooie klim. Ik wist wel dat hij mij natuurlijk heel goed lag. Maar ik denk dat ik heel slim heb gekoerst, maar ook dat ik ook gewoon hele goede benen had. Dus ik ben super blij. Toen je Quintana terug bijbenen, wist je toen al ik ga je doen voor de rit zeggen? Nee, ik twijfelde even wat ik zou doen. Of ik echt voor de rit zeggen zou gaan of tijd zou pakken op concurrenten die al gelost waren. En ik dacht, ja, het is nog maar 2 kilometer, ik ga gewoon maar rijden. Ik heb mijn overwinning al binnen in de tijd, dat was al een hele mooie. En nu is het tijd om met de focus op het klassement te gaan. Maar ja, toen hadden ze blijkbaar ook moeilijk in mijn wiel. En de zakring ging erop en erover, maar ik kon hem weer counteren. 3 bergritten gewonnen, bergrit in elke grote ronde. Wat betekent jouw voorsprong met het Oost op Milaan? Ik denk nog niet zo heel veel. Natuurlijk, Quintana en de rest moeten gewoon heel veel tijd goed maken. Maar zoals zij al vaak hebben bewezen, is hun laatste week heel, heel sterk. En dat moet ik nog bewijzen. Dus we gaan gewoon gefocust blijven elke dag. En dan kan ik niks meer dan hopen dat ik van pech en slechte benen bespaard blijf. Wat